Ik stond hier in Linn. Op de Groenstraat werden hier gisteren een supermarkt overvallen door twee jongens van 16 jaar. Rond 7:15 s'avonds kwamen twee jongens, afkomstig uit Maasbracht en Stijversweert, de supermarkt binnen en bedreigden de cashière met een groot mes. Toen ze om geld vroegen, waarschuwde de cashière de bedrijfsleider via de intercom. Daarop slogen de overvallers zonder buit op een vlug in de richting van de Maas. Een kwartiertje later werden de jongens door in de buurt opgepakt. Dinsdagmiddag werden nog een derde verdachte opgepakt, eveneens een 16-jarige jong uit Maasbracht. In Linn is men zeer verontwaardigd erover dat twee jongens die pas 16 jaar oud zijn, nu al een overval op haar geweten hebben. Nou, ik vind het me akelig. Dan zou ze maar naar het binnen zijn. Ik ben eens benieuwd als ze die jongens, als men zegt dat ze die jongens hebben, wat die krijgen. Maar dat zo het gebeuren moet, dat vind ik veel erger. Van knapen van 15, 16 jaar, hoe moet dat her? Moesten ze pakken en nog voor de baaien zijn. Hè? Ik weet, als ze die een proces verbaal maken, of gaat of de ooiers er de pineut met zijn. Waarom? Want die jongens hebben natuurlijk niks. Daarvoor zullen ze wel daar gegangen zijn. En dan moeten de ooiers dat gewoon betalen? Nee. Zit ze godverdomme vast? Zit ze een half jaar vast en op water en brood voor mijn paard? De politie is nog steeds op zoek naar getuigen. Zoals bijvoorbeeld de vrouw die geholpen werden door de cashière op het moment van de overval. De politie komt graag in contact met een vrouwelijke klant die op het moment van de overval door een cashière werd geholpen. Ze is een belangrijke getuige in deze zaak en we vragen haar om contact op te nemen met de politie. Kan via het algemene telefoonnummer 0900 8844. Uiteraard zijn ook andere klanten en mensen in de directe omgeving van de supermarkt van harte welkom om te bellen naar dit nummer op het moment dat ze informatie of tips hebben over deze zaak. Ja, maar die genoeg hier ook gestangen houden, toch zullen we weer in de dank gegrepen.